Al jaren en jaren wordt er in de politiek over gesproken. De gekozen burgemeester. Maar de Eerste Kamer neemt deze week dan toch een belangrijke beslissing. Niet langer wordt via de grondwet geregeld hoe dat moet. En dat betekent dat straks een burgemeester direct kan worden gekozen. Al is nog niet precies duidelijk hoe. Je bent natuurlijk wel een onderdeel geworden van het politieke campagnes. Van het doen van verkiezingsbeloften. Betekent dat je door een deel van je bevolking wel gekozen bent en voor een deel niet. Het is het CDA in de Eerste Kamer die de doorslaggevende stem heeft. En Marja van Bijsterveld is heel haar leven al politiek actief voor die partij. Ze was wethouder, staatssecretaris, minister en zelfs partijvoorzitter. En dus is haar felle kritiek opmerkelijk. De christendemocratie hecht enorm veel aan sterk lokaal bestuur. En wat morgen of volgende week dreigt te gebeuren, is dat er eigenlijk één onderdeel uit dat hele subtiele samenspel van een gekozen raad, wethouders en die burgemeester, dat eruit gehaald wordt en daar eigenlijk niet verder goed over doorgedacht is. En dat vind ik uitermate kwetsbaar. En net als in de Eerste Kamer en het CDA, ook op straat wisselende meningen. Ik vind een gekozen burgemeester, vind ik democratisch. In deze tijden van populisme heb je natuurlijk idioten met idiote programma's. En een burgemeester moet een burgemeester van iedereen zijn. Ik vind het veel beter als mensen gewoon zelf kunnen kiezen voor een burgemeester in plaats van het opgelegde. Als er een gekozen burgemeester komt, gaat u hier dan op de markt staan met een standje en ballonnen en dan deelnemen? Het zal nog wel even duren eer het zover is. Dus of ik dat nog meemaak, dat weet ik niet. Vooralsnog ben ik gewoon de benoemde burgemeester van Delft. Voel ik me heel erg senang erbij, omdat ik echt het gevoel heb dat ik daarmee ook echt van alle Delftenaren ben. Ik ben er gewoon voor Delft.